Onderwijs is niet toegankelijk en overal ter beschikking. Het is een van de problemen die naar voren is gebracht tijdens de driedaagse conventie van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap in Suriname. De Jalsa Salana, zoals de driedaagse conventie wordt genoemd, is gisteren afgesloten. Er zijn sociale, religieuze en maatschappelijke vraagstukken besproken door nationale en internationale gasten. De Ahmadiyya-gemeenschap wil een actievere rol gaan vervullen om de regering bij te staan in het aandragen van oplossingen. Dit zei de voorzitter van Ahmadiyya Moslimgemeenschap in Suriname, Samsi Rali Sheikh Ali Baks, vandaag tijdens een persconferentie. Met betrekking tot onderwijs is dat er geen adequate voorzieningen zijn. Dat er geen adequate leerkrachten zijn. Dat kinderen niet regelmatig scholen kunnen bezoeken. Dat zijn problemen, scholen die op grote afstanden liggen. Dat zijn problemen die allemaal geëntameerd zijn op de conventie met betrekking tot onderwijs. Een ander probleem is voedsel. Niet overal is voedsel aanwezig in voldoende mate. Op de conventie is ook aangegeven dat voornamelijk de gebieden in het binnenland niet genoegzaam aandacht krijgen, waardoor die gebieden minder ontwikkeld zijn. En wanneer de situatie precies zo doorblijft, zullen die gebieden onderontwikkeld blijven voor x aantal jaren nog. En dat de vraag is dat de bedoeling? Andere problemen die aan de orde kwamen zijn het nationaal veiligheidsaspect en het moreel verval. De regering heeft adviseurs, maar wij kunnen ook als adviseurs dienen, zegt Ali Baks. De problemen die geïdentificeerd zijn op de conventie worden vastgelegd en met conclusies en aanbevelingen aangeboden aan de regering. Imam Ashar Hanif, vicepresident van de Ahmadiyya-gemeenschap van de Verenigde Staten, zegt dat de conventie ook bedoeld is om de vredesboodschap over de hele wereld te verkondigen. This gathering here has helped us to again foster and promote this cause. So I know there are theological differences between different sects of Islam and between different religions, but there is truly one natural and overriding desire wherever I've gone. Everyone seeks peace, everyone seeks justice, everyone seeks to live in harmony. And that's what this goal is. De driedaagse conventie is met ruim 500 nationale en internationale gasten, waaronder regeringsfunctionarissen en DNA-leden, zondag afgesloten in de moskee van de Ahmadiyya-gemeenschap, de Ephraim Zegen.